Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Ik wil jullie graag voorstellen aan mijn nieuwe gezinslid. Dat is mijn mooie, prachtige, ja, godskind, witkuif kakatoe noem ik hem. En zijn naam is Happy en hij is super, super, super lief. Hij is 19 weken oud. Hij is van 22 oktober, dus 18 of 19 weken oud. En wat kan ik jullie allemaal vertellen over witkuifkakatoe? Nou, ik wil witkuifkakatoe al heel erg lang. En ik heb me er eerst heel erg veel in verdiept, want ik heb nog nooit een vogel gehad. En ja... Ik wil wel een vogel die zo sociaal mogelijk is, want ja, ik heb een kind en ik heb een, ik heb nogal veel mensen over de vloer en dan wil je niet dat, dat de vogel het niet prettig vindt of dat de mensen het om je heen niet prettig vinden, dat als ze bijvoorbeeld heel erg inkennig zijn, hè, of dat ze alleen maar gericht zijn naar één iemand, dat ze dan gaan bijten of pikken of allemaal dat soort dingen. Nou, de witkuifkakatoe daarentegen was ik eigenlijk van gelijk al verliefd op, al echt jaren geleden. Daar ben ik achtergekomen eigenlijk bij Zoo Veldhoven, in Veldhoven. En daar hebben ze dus een vogelopvang waar heel veel kakatoes zijn. En ja, het is een vogeldierentuin eigenlijk. Het is net als een avifauna, maar dan mooier vond ik zelf. Want ze hebben echt de meest uiteenlopende vogels die ik nog nooit heb gezien. Echt gigantische vogels ook. Echt zulke hoge vogels. Dat ik echt dacht, hoe dan? Zo hoog. En ik, woe! En met hele lange snavels. Ja, ik had nog nooit gezien. En daar hadden ze dus een soort van kakatoerots, noem ik het maar. En met allemaal mooie witkuifkakatoes. En die kwamen zomaar op mijn hand zitten en knuffelen. En wilden helemaal tegen me aan. Ik denk, nou, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Zulke soort vogels die zo knuffelachtig zijn. En zo lief zijn ook naar anderen. Want de meeste die pikken gelijk. Die durven niet eens je vinger erin te steken. Dan ben je bang dat die vinger eraf gehapt wordt. Dat kunnen witkuifkakatoes natuurlijk ook. Maar ja, dat kunnen honden ook, hè jongens. Alle dieren kunnen bijten. En laat je daar ook vooral niet helemaal door gek maken. Het is natuurlijk ook hoe je je dier traint. Hoe je met je dier omgaat. En al mijn dieren, al mijn hele gezinsleden zijn gewoon lieve mensen. Lieve dieren die een goed hart hebben. En mijn hond echt zal nooit iets doen. Tenzij die natuurlijk zelf getreiterd wordt. Dan zou ik ook terughappen. Hè? Dat is voor iedereen logisch. Dus altijd respect hebben voor dieren. En dan heb ik nog een hamster. Die is ook super, super, super lief. En ja, dat kan je ook gewoon mee knuffelen. Ik neem hem ook vaak wel eens mee naar buiten. Dan gaat hij lekker op het grasveldje wandelen. Ik blijf toch dichtbij in de buurt. Maar ja, blijven toch prooidiertjes. Hè? Je wil niet dat er dadelijk inderdaad een vogel uit de lucht komt en die pakt dat beest weg. Of een hond, of weet ik veel wat. Of een kat, hè. Dus, het zijn gewoon hartstikke lieve diertjes allemaal. Want het is gewoon heel belangrijk om, om zoveel mogelijk je dier ook iets te leren. Nou, en ik ben natuurlijk graag van het leren en daarom geef ik natuurlijk ook thuis wijsheid. En ja, deze vogel past er helemaal in. Zeg lieve Happy, kom jij eventjes bij mij zitten? Wat dacht je ervan? Hij is ook helemaal gek van allerlei soorten speelgoed. Het zijn echte slopers, witkuifkakatoes. Dus ja, ik heb van alles voor hem. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een tandenborstel. Huh? Ben je gek van een tandenborstel? Wil je hem hebben? Vindt hij helemaal leuk. Kijk, dan houdt hij het zo vast met zijn... Kom maar, wil je even bij mij? Kom maar. Hoe is het hier? Zo. Kom eens bij mij, mijn lieve schat. En hij kan ook al heel goed opstappen, hoor. Maar nu pak ik hem heel eventjes. Zo. Hoppakee. Nou, en kijk nou eens hoe lief hij is. Hij houdt van knuffelen. Zo, lekker aaien. Met zijn nekkie. Hij ligt lekker bij je te snurken. Hij wil nu met het takje spelen. Met die bloem. Ah! Dus een roosje. Kijk. Er zit nou een plant op te reten. Oh, 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 oh. Doe je nou toch allemaal? En ze hebben zoveel mogelijk sloopspeelgoed nodig. Dat ze er lekker mee kunnen ravotten en kunnen stuk maken. En als je er niks meer aan vindt, dan gooit hij je, geeft hij het een gooi. Nou, ik heb hem net een weekje. Dus vorige week zondag heb ik hem gekregen. En het is alsof hij nooit is weg geweest. Omdat ik hem altijd al heb gehad. Het is heel bijzonder. Ik had zo'n connectie met dit dier. Ik kwam ook steeds... terug in mijn dromen. Van 1 januari was echt kakatoe, 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 kakatoe in mijn hoofd. Ik denk, hoe dan? Hoe kan dat nou? Ik heb heel lang al niet meer aan een kakatoe gedacht sinds Veldhoven. En dat was echt 6 of 7 jaar geleden. En
Ja, heel lang wilde ik de dieren wel, maar ik heb het eigenlijk heel lang uit mijn hoofd ook gezet. Want ja, ik heb een kindje gekregen en natuurlijk veel veranderingen hier en daar en druk met werk en zo. Ik denk, ja, als ik een dier wil, dan wil ik ook een dier die ik gewoon lekker kan meenemen, overal mee naartoe. En ja, dat is deze vogel echt ideaal. Ik heb ook een tas voor hem gekocht, dus zeg maar een vogeltas is helemaal leuk. Een rugzak, die kan je op je rug zetten. Daar zit dan een raampje in, dus echt van gaas of iets, of plastic. En dan kan hij doorheen kijken, er zit ook een stokje in. Helemaal grappig, ga ik ook allemaal filmen. Ik wacht nog even op de bestelling, die moet nog bezorgd worden. Want ja, ik heb hem net een week. Ja, je hebt er echt van alles en nog wat voor. Ja, hij is heel rustig, hij is blij, vrolijk, hij is gek op muziek, hij is nog niet heel erg ritmegevoelig, want ja, hij is dan net 18 weekjes, dus dat moet hij allemaal nog een beetje leren. Maar ze kunnen ook heel goed dansen, dus bewegen en op de ritme, ze hebben echt ritmesgevoel. Ja, je zit wel een hele plan aan stuk te maken, hè? Ik weet niet of je het weet. Nee, je sloopt hem. Hier, ik geef je wel anders speelgoed. Ja, zo, hè. Dus ja, je moet ook consequent zijn met je vogels. Dus wat hij niet mag, hè, dus ben ik hem allemaal aan het leren. En ik moet eerlijk zeggen, dat gaat al heel erg goed. Dus als die dingetjes niet mag, dan zeg ik gewoon En dat werkt echt bij al mijn dingetjes. Bij mijn honden hebben dat ook altijd is dat ook altijd heel erg goed gegaan. En bij die vogel ook. Als ik zeg niet doen. Nou ja, oké. Dan is hij een beetje gepikeerd. Zachtjes. Inderdaad, dat moet hij ook leren. Dus dat hij zachtjes moet doen. Dat hij niet hard mag bijten. Vogeltjes hebben ook... Kijk, ze hebben die oogjes natuurlijk aan de zijkant ook zitten. En ja, als je echt met een snelle vlucht naar hem toe komt, dan schrikt hij natuurlijk. Dus doe dat nooit bij een vogel. Benader ze allemaal rustig. We hebben ook alle dieren natuurlijk. Je moet ze niet laten schrikken. Maar vogels hebben dat iets sterker. Oh, toch. Je zit mijn plant stuk te maken. De witkuifkakatoes kunnen ongeveer 50 à 60 jaar oud worden. Dus het is echt wel een maatje voor het leven. Dus ja, train ze dus ook goed. Wees consequent voor de vogels. Wat ze niet mogen, moet je ook niet toelaten. Dus zoals nu mijn plant opvreten. Dus die doe ik ook mooi wegzetten. En dan kun je hem ook beter zien. Nee, niks ervan. Kijk eens hier, ik heb jou allemaal speelgoed voor jou. En blijf je uit mijn glas. Ja, hij zit uit mijn glas te drinken. En dat krijg je dus ook, hè. Dan hebben ze dorst. Ik heb daar voor jou... Hier, kijk eens. Dat is voor jou. Ja, maar ja, ik heb gewoon hetzelfde water, hoor. Nou, daar gaat mijn water. In ieder geval. Ja, ze houden dus van allerlei soorten sloopspeelgoed. Het zijn net kleuters, dus ik dacht van ja, weet je, wat mijn kind dus ook allemaal leuk vindt, hè, qua speelgoeddingetjes van vroeger toen hij nog peuter was. Dat is natuurlijk een soort van Duplo, van Lego vinden ze leuk om op te knagen. Ik heb hier wieltjes. Oh, hier is hij echt gek op. Ja, oh, dat vindt hij leuk. Ja, wieltjes, daar zit rubber op. Oh, Tok vindt hij dus nu eventjes niet, heb je al naar gekeken. En, maar hij heeft dorst. Oké, nou Happy, heb jij zin om misschien met deze te spelen? Het is blauw. Ja? Ja? Heb je daar zin in? Nee, ook geen zin in. Even kijken, misschien wil jij met deze spelen? Tandenborstel? Hij is nog even niet geïnteresseerd. Hij wil nog even wat drinken. Wat kan ik er nog meer over vertellen? Ze houden van douchen, van in bad gaan. Die van mij moest natuurlijk nog alles een beetje wennen. Hij is natuurlijk nog jong. En ik had hem mee onder de douche genomen. Maar hij vindt die straal nog even wat allemaal te hard. Ik heb hem op de zachtste straal gezet. Maar dat vindt hij ook nog helemaal niks. Dus toen dacht ik van nou, misschien vindt hij zo'n spuitje lekker. Zo'n plantenspuit. Want dat hoor ik ook veel mensen zeggen dat ze dat fijn vinden. En nee, dat is hij. Vindt hij ook nog niet geweldig. Wat hij eigenlijk het meest relaxte vindt. Is als hij hier lekker op mijn borst zo ligt. En dan ligt hij helemaal ontspannen. En dan doe ik zo steeds een beetje water over hem heen. Helemaal water. En dan dat water, dat doe ik dan ook een stuk hoger. Dus dan doe ik ook mee in bad zitten. En dan zit hij heerlijk helemaal ontspannen. Hij valt bijna in slaap. En dan masseer ik hem ondertussen nog. Nou. Vindt hij fantastisch. En ja, zijn veertjes zijn dan ook helemaal mooi wit. Helemaal fantastisch vindt hij het. En hij heeft prachtige, lieve pootjes waar hij echt, ik noem het eigenlijk gewoon allemaal voetjes. Want ik vind het gewoon een mooiere benaming, hè. En hij heeft een prachtig huis. Want ja, ik hou niet van het woord kooi of hok.
Dus ja, ik doe dat allemaal net even anders. Ik vind gewoon haar een prachtig huisje. En dan maak ik het ook helemaal gezellig. Hij heeft heel veel speelgoed erin, dat hij zich niet hoeft te vervelen. En hij zit er eigenlijk, die week die ik hem al heb, heel weinig in zijn huisje. Want ik vind, hij moet gewoon de vrijheid hebben. Een vogel met vleugels, jongens, is vrijheid. Wij willen ook allemaal vrijheid. We houden ook niet van lockdown. Maar hij gaat er wel eventjes in als hij moet gaan slapen natuurlijk. Of als ik weg ben. Want ik wil natuurlijk nog heel veel met hem trainen. Dat hij weet waar hij aan mag knagen en waar hij niet aan mag knagen. Eigenlijk net als bij een puppy. Wil je ook niet dat je hele huis afgebroken wordt. En dat je tafels opgevreten wordt. En weet ik het allemaal. Ja toch? Wat vind jij ervan? Dus ik ben nog veel met jou aan het leren, hè? Want je bent nog heel klein, maar ja, ik heb je ook net een weekje. Nu heeft hij lekker tandenborstel te pakken. Dat vindt hij helemaal fantastisch. En het zijn super knuffelkonten. Hij ligt lekker bij mij te slapen. En met de hond gaat het super goed, met mijn Engelse bulldog. Ik kwam binnen de eerste dag al met... Ik had hem in zo'n soort van kattenbenchje gekregen. Had ik hem in de auto en dat vond hij ook helemaal prima. Alsof hij nooit is weg geweest. Dus het is heel bijzonder. Het past gewoon helemaal in de familie. En ik kom thuis en mijn Engelse bulldog die komt naar die bench toe. En gelijk enthousiast en vindt het helemaal oké. En ze hebben gelijk al de tweede dag naast elkaar gezeten. En super lief naar elkaar. Nou, dat ik echt denk, dat is toch een godsgeschenk, hè? Want ja, ik verwachtte het ergste. Want ja, ik heb me natuurlijk ingelezen in van alles en nog wat. En dan lees je van alles en nog wat over dat diertje. Oh, ze kunnen helemaal, ze kunnen wild zijn. Ze kunnen gevaarlijk zijn. Ze kunnen krijzen. Ze kunnen dit. Ze kunnen zus. Ja, weet je, dat kunnen honden ook, hè. En nu wil hij dat ik hem kriebel. Ja, hij wil dan dat ik doorkriebel. Maar hij moet ook weten waar zijn grenzen zijn. Ja. Ja, toch? En dan vindt hij dat heerlijk, lekker in zijn nek. Ja, voel je lekker op de boom. Zo. Dit uur. Ze zijn heel lief. Ze zijn heel tam. Hij gaat ook al lekker met me mee naar buiten. Zit hier in mijn jas. Helemaal verstopt, lekker warm zo. Helemaal tegen me aan. Dan lopen we een rondje lekker met de hond en dan gaan we de vogeltjes voeren. En dan zit hij helemaal te kijken, hè, naar al die andere vogels. Wat is dat nou allemaal toch? En dat vindt hij echt heel erg leuk. En deze dieren kun je dus ook zindelijk maken. Daar moet je dus ook wel voorzichtig mee zijn. Want niet alle vogels kun je zindelijk maken. Is ook gevaarlijk. Ze kunnen dus hun darmpjes eruit poepen. Omdat ze nogal pleasers zijn. Dus dan willen ze hun best doen voor hun verzorger. En dan krijgen ze natuurlijk een snoepje of iets lekkers als ze het goed hebben gedaan. En dan houden ze dus heel lang hun ontlasting op. En als dan de verzorger komt, dan poepen ze dus zo hard dat die hun darmpjes ermee uitvallen. En ze zeggen, als er wordt beweerd, dat de witkuifkakatoe makkelijk zindelijk te maken zijn. En ik moet wel zeggen, ze hebben het al vanuit nature. Hij is net een weekje bij me en hij is 18 weekjes en hij vindt het niet fijn om op je kleertjes te poepen. Kijk, hè, als je het niet in de gaten hebt of als je niet goed naar zijn lichaamstaal luistert en hij zit bij je en hij wil eraf, dan moet je hem ook die ruimte geven dat hij eraf kan. Want als je hem bij je houdt, dan houdt hij niet anders en dan gaat hij natuurlijk wel op je kleertjes poepen. Maar hij vindt het niet prettig om op je kleertjes te poepen. Hij geeft het ook echt aan. Of hij doet een piepje geven, zeg maar, dat hij weg wil. Nou, en dat vond ik heel bijzonder. Want ja, ik kan zeggen, ik heb hem net een week. En hij zat bij mij in mijn jas. We waren een wandeling aan het maken met de hond. En ik had even in de gaten. Ik denk, hey, misschien moet hij wel poepen hier doen, weet je wel. Dus ik haal hem naar een 20 minuutjes of zo, haal ik hem eruit zo. En ik zeg, nou, doe maar poepie. En hij doet poepie. En ik doe hem weer terug in mijn jas. Nou, ik vond het zo bijzonder. Ik denk, hoe weet hij dat nu al, weet je? Dat vind ik, heel indrukwekkend. Ik kan de hele dag ook naar hem kijken. En aaien. Hij is heel lief. Hij wil bij iedereen op schoot. Ik laat hem ook bij iedereen op schoot. Want ik vind het heel belangrijk dat hij leert socialiseren. En dat hij ook andere mensen gewend is. Ik doe het gewoon op mijn instinct, op mijn manier. Ik heb heel veel zitten lezen. Veel horrorverhalen natuurlijk gelezen. Maar ik denk dat het allemaal met een vorm van aandacht te maken heeft. Kijk, en dan roept hij me naar je toe. En dan wil hij opstappen.
Hoi. Hoi. Ja, je kan ook geluid maken. Kijk eens, laat jezelf eens zien. Kijk eens daar. Laat jezelf eens zien. Hoi. Je bent knap. Oh, ik hou van jou. Ik hou van jou. Kijk, en dan doet hij met zijn snavel zichzelf omhoog trekken een beetje, dat hij niet eraf valt. En dan gaat hij hier... Kom, laat jezelf eens zien. Hey. Met super lief ben je. En dan kan ik kusjes geven. Maar niet aan mijn oorbel, hè? Dat weet je. Die is van mij. Die is van mij. Kijk, je moet ook consequent wezen. Ik bedoel, hè, mensen vinden vaak alles maar grappig en laten van alles toe. Maar als je van alles toe gaat laten, dan ga je hem dus verkeerde dingen aanleggen. Ah, van mij. Dat doe ik dus ook met mijn hond. Nee, dit is jouw speelgoed. Hier, jij mag deze. Kijk eens, die is van Happy. Heel goed. Goed zo. Kijk, dus zo leer ik hem dingetjes. Dan moet hij ook het onderscheid weten. Want hij had het in het begin wou hij aan mijn kast knagen. Ja, echt niet, van mijn kast afblijven. En nu doet hij het dus niet meer. Ik vind dat echt heel bijzonder. Nou goed, dus zo train ik hem eigenlijk. En dan gaan we natuurlijk ook veel beginnen met... praten, toch Happy? Dit is een schroef. Een schroef. Schroef. Ja? Dus steeds zoveel mogelijk opnoemen. En hij is ook gek op knoopjes. Kijk, we hebben hier een knoopje. Knoopje. Ja. En dan probeer ik hem ook dingetjes in een bakje te doen. En dan krijgt hij van mij wat lekkers. Ja. Terwijl in het bakje. Wat wil je nu hebben? Ja. Wil je die? Ja. Kijk. Ik kan zo tegen hem kletsen. En ja, hij begrijpt je gewoon. Hij is heel erg knuffelig, lief, vrolijk. Het is een kleine clown. Het is een echte kleuter. Ja, als je me nou. En als hij er niks meer aan vindt, dan gooit hij het gewoon op de grond. Dan kun je alles opruimen. En ik heb hier een hele mooie Java-boom. Zo heten die bomen. Die zijn heel erg hard. En die krijgen de kakatoes dus niet stuk. Wat wil je nu? Ah, van mijn oorbel afblijven. Ah! Nee. Nee, Happy. Nee, jij hebt deze. Ja, die is van Happy. Heel goed. En hoe ze dat dan ook doen, hè? Met dat ene pootje houdt hij vast. Ja. Met lief. Heel lief. Ach, zo lief. Koetje, 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 koetje. Koetje, 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 koetje. Ik moet hem een beetje zo houden, anders glijdt hij van mijn arm af. Hij staat op één poot. En die trui die glijdt een beetje. Ja, mooi. Zo sta je stevig, lieverd. Zo sta je stevig. Er komen nog veel meer video's aan van mij en Happy. En ik zal ook eventjes Diva, mijn Engelse buldog, erbij zetten. En mijn hamster Joepie. Die zijn superleuk. En ja, ik ben er maar druk mee allemaal. En ik vind het hartstikke leuk, want ik hou nou eenmaal van drukte. Als mijn leven saai is, dan word ik echt geen happy mens. Hè? Dan moeten we een andere naam voor ons verzinnen. Ja, Dobbelstenen. Schroefjes, van plastic schroefjes voor kinderen, wieltjes, Lego blokjes, houtjes, Duplo steentjes, tandenborstels, kralen. Hij is ook, als je hem nou schokje. Kralen. Kijk uit, je glijdt weg, hè. Kraaltjes vindt hij leuk. Ja, hij is met alles blij. Ja? Papier, dat hij lekker een stuk kan maken. Wc-papier. Ik heb een pianootje voor hem gekocht. Zo'n babypiano. Ik heb ook nog hier. Even kijken. Heb ik zo'n kindermobieltje. Ik kan die ook leren praten. Kijk. Maakt geluidjes. Hallo. Hallo. Dan kan hij er zelf op typen. Ja, echt super grappig. 1. 2. Kan je het 1, 2, 3 leren? 3. Hier. Kleurtjes? Muziek. Kan je muziek leren maken? Dat is toch ook leuk? Nou, je kan Happy de Kakatoe ook volgen op Instagram. Dat is Happy de Kakatoe. De Kokatoe. Zo heet dat in het Engels. Ik zal het hier in de video erbij zetten. Kijk, hij is helemaal happy. Oh, kijk uit dat je niet valt.
Nou, wat vind je ervan? Vind je het goed? Ja? Heb je de kokatoe, toch? Ja? Ah, niet aan mijn oorbel, dat weet je. Ja? Heb je de kokatoe op Instagram? Ja? Ja, zeg het maar. Vertel er maar wat van. Ja? Happy de kokatoe. Happy. 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 Ja, hij vliegt dus van de ene arm naar de andere arm. En hij kan echt super goed vliegen. En ik ben eigenlijk helemaal niet van het vleugeltjes knippen. Want ja, ik vond dat gewoon allemaal zielig. Maar meneer vloog ook tegen mijn raam aan. Ja. En ik dacht, het is nog zieliger als hij zijn snaveltje gaat breken. Ja. Dus ik heb toch maar zijn veertjes geknipt, maar het helpt voor geen meter, want hij vliegt nog steeds supergoed. Dus, maar goed, we gaan hem ook free flight leren. Ik denk, ja, dan kan hij in ieder geval wennen. En eerst die vleugeltjes, die vliegen. Als je nou die maakt, ik wil zo'n telefoon. Die vleugeltjes, die groeien gewoon weer aan. Dus elk jaar krijgen ze nieuwe veren, net als bij een hond. Dat hij nieuwe haartjes krijgt. Zo is dat ook met de kakatoe. Zo is het dus ook met alle vogels, dat ze dus nieuwe veertjes krijgen. Ja, dan heb je gewoon weer dat die grote veren weer allemaal aangroeien. Hey, blijft je wel staan. En ja, dan kan hij gewoon weer hoogtes maken. Maar ja, ik wil natuurlijk ook niet dat hij wegvliegt. Dus ik wil eerst dat hij even heel goed aan mij leert wennen. En dat hij free flight leert. En dat hij naar mijn arm toe vliegt als ik dat vraag. Dus we hebben nog een hoop te leren, jongen. Nou, lieve mensen, bedankt voor het kijken. Oh, mijn haar. Ben je nog geen abonnee? Druk hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van ons. Dat is een ons. Ai, je zit aan mijn haar. En dan wens ik jullie een hele fijne dag toe. Dikke kus van mij. Doei! Doei, zeg maar doei. Doei, ga maar zwaaien. Zo. Zwaaien, zo. Kijk, pak een pootje zo. Doei, goed zo! Goed gedaan! Ja. Ben je toch liever?